<laughs> Mijn beste vrienden, vandaag is het 18 juli 2023. Dat wist u al. Gelukkig, hier en nog. Devi serifi, noem ik Noas met jou je de en defi, rustig. Nee, brasa sma, Want dat zijn dat nou een boek en we de We ja? Wij hebben u deze week laten weten dat de pres. Op de vlucht was. En allerlei theorieën zijn erbij gekomen. En ik zelf, ik moet u zeggen, ik vroeg mij ook af hoe kan dat nou? Maar wat bleek, en dat bleek al heel gauw, maar toen had ik de video al gemaakt, het bleek dat de president van Suriname van zijn inlichtingendienst te horen had gekregen. Dat er een geweldige protestmanifestatie gepland was op Schiphol. Dus wat hebben ze gedaan? En dat is natuurlijk slim. In plaats van in te stappen op SLM, waar er al plaats gereserveerd was voor de Maharaja van Suriname. Hebben ze gekozen om te vliegen met de KLM? Ja, dat betekent dat de jongens en de meisjes die op Schiphol zouden gaan wachten, dat niet meer hoeven te doen. En dat hebben ze ook niet gedaan, want die vogel was gevlogen via de achteruitgang. Dat is die uitgang waar ze criminelen normaal gesproken opvangen. En die gaan direct met de politie mee enzovoort. Ah, nog iets anders. Ook de ambassadeur is niet verschenen. Want als de ambassadeur was verschenen, natuurlijk, dan zouden al die mensen op die ambassadeur vliegen. En Rabinder, ja, ja, Rajinder, Rajinder Kargi, dat is mijn oude vriend. <laughs> Rajinder is niet zo van: hé, hé, hé. Dus. Rajender, ook jij hebt eieren voor de ballen gekozen en bent lekker op een andere manier omgegaan met dat ding. Ik vind het wijs dat jullie de confrontatie met die mensen niet aangaan. Want, kijk nou, wat speelt er, en dat is heel, heel serieus. De families van de strijders in Pikisarong, waarvan men zegt dat ze zijn standrechtelijk geëxecuteerd, deze mensen zouden die hele boodschap voor je schreeuwen op Schiphol, maar de pres is gedokt en via die achtertrap. Weggeloodst in een gewone taxi en zo. Dus dat ding is prachtig opgelost. Ah, ja, je moet wel een, een goede inlichtingendienst hebben, hoor. Hoewel dit soort dingen eenvoudig zijn. Hè? Maar, u weet, pres naar Kakalaka en Anefen Na naar Ja, dus die mensen zouden hem opvrieten. Dus wat heeft de pres gedaan? Amalong. We hadden dus gelijk om te zeggen: de pres is op de vlucht. Maar Maximilian, ja, hoe kan je zeggen dat de pres op de vlucht is? De pres is op de vlucht! Gewieest. <laughs> en nu is hij in Brussel om vanaf gisteren natuurlijk goede zaken te doen voor Suriname. Het is een heel lastig werk heeft deze man, hoor. Ik denk dat hij veel lekkerder en beterder zou slapen wanneer hij dat hele ding losliep. Dat hele ding van die president. Dat wordt gewoon wakker en zegt aan zijn, 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 zijn uh, geliefde schat: We doen dat ding niet meer. Wat? Zegt ze. Nee, nee, ik bedoel. Da 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 die we, 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 we gaan niet meer een president uh, 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 spelen, want die jongens hebben een probleem. Hè? Dat probleem begon met jou. Hè? En nu is het probleem bij mij. Nee schat, het probleem begon bij jou. Hoezo? J jij, jij hebt me toch een statuut opengebroken van staat olie om me daar te zetten. Ja, maar dat moest We moesten iemand hebben die op de centen ging passen. Oh, maar wat doe je nu dan? Wat doe je nu? Wie past op de Weet Meisje, heb je niet gehoord wat Oom Paul heeft gezegd? Divier rustig, het komt allemaal goed. We gaan een brug maken. Eh, wanneer die klaar zijn met die brug. Ja, ja, als die brug maar mijn naam krijgt. Je, je moet geen problemen voor me zoeken. Ja, heb een probleem. Ik heb een probleem. een Beste vrienden. paramari die wil groeten. Davy rustig. Davy rustig met Barry. Dan weet u hoe het komt. Pres op de vlucht. En nu no, komt. Weet je wat. Allerleest pres ik wel ook toe. Pres ik op buiten. Moet hij op de vlucht. Moet die mensen achtervolgen hem. Pik uh, maar goed, beste vrienden, ik ben ernstig. Dit wat u hier achter ons ziet, dat zijn die mensen die achter hem gerend zijn naar Brussel. wat waar je ook gaat, ze komen achter je. Dit gedeelte van de diaspora is niet ontspoord. Ze weten waarover ze praten. Maar Maribo groeit u eindelijk echt daar. Tot later.